Goedemorgen en bedankt aan de minister om hier vandaag aanwezig te zijn en ook aan Stéphane de Klerk, de voorzitter. Volgens Dominique Leroy is haar vertrek bij Proximus niet enkel ingegeven door het loon, maar was het zeker een factor die zal hebben meegespeeld. In de zakenwereld geldt het adagium natuurlijk, money talks, en ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar bull, walks. Hoe zou je zelf zijn? Een verdubbeling of een verdriedubbeling van je loon ga je niet zomaar afslaan. Maar waar iedereen, denk ik, zowel vriend en vijand het over eens zijn, is dat Dominique Leroy toch wel een topmanager was en dat haar vertrek een verlies betekent voor Proximus. Duco Sikking van KPN heeft ook gezegd, kijk, bij ons bestaat er geen loonbeperkende maatregelen zoals in België. Uiteraard niet, want daar is KPN volledig geprivatiseerd en heeft de Nederlandse overheid ook geen aandelen meer in het bedrijf. Nu, de N-VA heeft ook altijd gevonden dat we voor een commercieel autonoom bedrijf er kon afgeweken worden van de premiernorm en nog iets hoger voor bedrijven die door beurs genoteerd zijn. Echter, aan de andere hand natuurlijk ook, zolang wij de overheid een meerderheidsaandelenhouder is, kan je wel verwachten van onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur dat er toegezien wordt op loonmatiging. Maar anderzijds moet men beseffen dat bij een beursgenoteerd bedrijf, zoals Proximus, het toch belangrijk is om in een competitieve en innovatieve markt te kunnen concurreren, niet beteugeld mag worden en zeker niet beperkt dient te worden door de overheid. De oplossing ligt dus voor de hand. De meerderheidsparticipatie van de federale overheid in Proximus dient te worden afgebouwd en dan lost volgens ons het probleem zich natuurlijk zelf op. En ik volg daar ook in wat de minister gezegd heeft. Dus daar heeft hij zeker in ons een partner. Het is niet aan de politiek om zich in te laten met de lonen van managers van beursgenoteerde bedrijven. Wij moeten ook allerlei strategieën niet gaan opleggen of beleidskeuzes. Wij staan als N-VA voor een overheid die lean en mean is. Dat betekent een aantal kerntaken voor de burgers. Al de rest hoort er niet bij. Een telecombedrijf runnen, abonnementen, telefoons, gsm's verkopen. Allemaal heel mooi, maar dat is toch niet de kerntaak van de overheid. Uiteraard is het natuurlijk belangrijk dat wij een vinger in de pap blijven houden, want het gaat hier om kritieke infrastructuur en volgens ons kan dat wel als je 25% van de aandelen plus 1 in handen houdt. Nu, mogelijk had het vertrek van Dominique Leroy kunnen vermeden worden indien er geen loonplafonds was geweest. Het is dus volgens ons een handicap, zoals ik denk dat Stéphane de Klerk ook in dat woord gebruikt heeft in de pers. Als het van de N-VA afhangt, dan komt er dus gesprekken over een verdere privatisering en wij gaan dat ook bij de volgende onderhandeling van de regering op tafel zetten. Nu even terug concrete vragen. Heeft Dominique Leroy, van de eerste vragen aan de minister, over het concurrentiebeding. U had mij daar gezegd dat dat niet afdwingbaar was in Nederland, omdat Proximus daar geen 5% van zijn omzet haalt. Ik stel mij toch de vraag, als KPN volgend jaar met een overnamebod gaat komen, is dat dan eerlijk tegenover andere bedrijven die mogelijk ook een bod willen doen op Proximus? Gaat men dat niet tegen ons gebruiken? Liggen daar geen juridische problemen op de loer? Dominique Leroy die kent natuurlijk de ins en outs van dat bedrijf veel beter dan een andere. Kunnen we daar ook iets aan doen? Nu, met betrekking tot de toekomst van Proximus, er werd in afwachting van de aanstelling een nieuwe interim CEO aangesteld, de huidige CFO, Sandrine De Voer. Kan de minister aangeven dat de continuïteit van de strategische beslissingen genomen door de vorige CEO, inclusief de aangekondigde reorganisaties, gegarandeerd worden? En welk impact gaat dit hebben op het mogelijk sociaal overleg? Ik heb ook begrepen dat er een bemiddelaar werd aangesteld. Wat is de concrete rol en taak van deze persoon? En dan enkele vragen aan de voorzitter, meneer De Klerk. Met betrekking tot de aanstelling van de nieuwe CEO, wat is de procedure om daartoe te komen? Tegen wanneer wordt er een nieuwe aanstelling verwacht? En meent u, en dan nog een andere vraag, ik had begrepen, maar u moet mij uitleggen of dat nu juridisch afdwingbaar is of niet, dat men met een wisselwerking werkt waarbij dat er een Vlaming aan het hoofd staat van de Raad van Bestuur en dan een Franstalige aan hoofd als CEO. Wij pleiten er gewoon voor om de beste man of de beste vrouw op deze plaats de plaats te geven als CEO. En
Ik wil weten of dat effectief zo is, ook voor u. Maakt dat een verschil, Vlaming of Waal? En wat als we gaan kijken naar een buitenlander? En tot slot een vraag over het vertrek van Dominique Leroy. Eerst was er gesproken over eind december, nu is het eind deze week. Kan u mij eens vertellen, wat is er gebeurd? Wie heeft zich hier miskeken? Heeft zij beslist om die datum naar voren te brengen onder druk van de Raad van Bestuur, onder druk van de pers? Heeft zij zelf die beslissing genomen? Is zij tot inzicht gekomen na gesprekken met jullie? Graag had ik daar dus wat meer inzicht in gekregen. Dank u wel. Vrielig. Dank u wel. Ik heb genoteerd hier vandaag dat een aantal partijen hier toch wel heel veel blijven focussen op dat loon. Belangrijk natuurlijk, maar laten we dus niet vergeten dat we opereren in een vrije markt. En dat er veel meer andere zaken van belang zijn. Niet enkel het loon. Hè. Ook alle burgers van dit land moeten kunnen genieten van een goede dienstverlening. 12.000 mensen die een job hebben. En laten we ook niet vergeten dat Proximus de voorbije 6 jaar, tijdens de legislatuur, als ik het zo mag noemen, van mevrouw Leroy, dividenden hebben uitbetaald van meer dan 1 miljard euro. Dus is dat ook aan de Belgische staat? Is het ook dan belangrijk dat we de vraag stellen, hadden we liever iemand iets minder betaald, maar dan geen hoge dividenden gekregen en tegen alle burgers gezegd, ja, we moeten de belastingen iets gaan verhogen? Ik denk het niet. Nu, ook als ik de logica van sommigen in deze zaal zou volgen, dan gaan we de richting van Cuba op. Wel, daar kost een abonnement $30, wat gelijk is met een maandloon. Dat willen we natuurlijk ook niet. Nu, over de verdere privatisering, ik heb dat al gezegd, dat heeft de voorkeur van de minister, ook van onze partij. We zien dat landen met een sterke private markt, zoals bijvoorbeeld Zwitserland of Denemarken, wel dat daar de dienstverlening voor de burgers veel beter is. En dat ook grosso modo in die landen, waar dat de telecombedrijven vrijer zijn, dat daar ook de World Happiness Index hoger scoort. Dus al die dingen hangen wel aan één. Nu, over een vraag waar u misschien nog niet hebt over geantwoord. Dat vertrek van mevrouw Leroy, of de datum van dat vertrek, wanneer is dat veranderd? Is dat onder druk geweest van iemand? En heeft zij die beslissing genomen of heeft de Raad van Bestuur toch gezegd van mevrouw Leroy, neemt u die beslissing alsjeblieft iets sneller, of het vertrek? U had ook verwezen naar een studie van professor Baten. Mijn vraag, is dat een publieke studie? En indien dat zo is, mogen wij die inkijken of kan dat ter beschikking worden gesteld van de commissie? Ik heb dus ook goed begrepen dat we niet specifiek op zoek zijn naar een Vlaming of een Waal. En dat wat er in de pers staat dus ook fout is. Hè? Dat het ongeacht is wie de Raad van Bestuur beheert en de CEO levert. En tot slot, zal de beslissing voor de aanstelling van een nieuwe CEO genomen worden door het bedrijf zelf of door de politiek? Want voor ons is het heel duidelijk dat de Raad van Bestuur een mandaat moet krijgen van de politiek om zelf die beslissing te nemen. Dank u wel.